Yo, van mijn kanaal, ik ben hem en deze video van deze vrijdag 13 oktober zijn we op de... Ja, vrijdag 13 eigenlijk, hè. Is het, uh, zijn we van, uh, ja, een special van de televisiering. Ja, want gisteravond was het zover de televisiering, oogappels uitgewonnen. En vandaag gaan we daar uitgebreid, ja, terugkijken op de televisiering gala 2023. Ja, mensen, wel een dezelfde op van de deze special. Vandaag geen TV-tips met Dremel? Ja, eigenlijk ook wel weer een beetje wel eigenlijk. Maar het, is, het gaat nu vanavond, vanavond, deze middag, een beetje over, over de televisiering gaan die gisteravond op TV was op NPO 1. Uh, waarin, uh, ja, waarin uh, de hoogste punten, dieptepunten en uh, wie er allemaal heeft gewonnen eigenlijk. Uh, ja, ze begonnen eigenlijk om 8 uh, uur, de lijnen waren om 8 uur open. Via lei.overtross.nl, de Rode Lopen. En, uh, ja, en Jan Peter, Jan en Peter openden voor... Ja, het feest kan beginnen staat hier. Um, ja. De openingsad was van... Uh, um, ja, staat hier staat de twee presentaten waar het staan in de opening echt en niet helemaal alleen voor een nieuw top topland zoiets Telran, open zo de zomer de ringversie van haar nummer Adrenaline Die ze maakte in de samenwerking met Chris Cross Amsterdam en Roller Bij ja, jij geeft mij die haai, Adrenaline geef mij je mag ik mee zijn. Nou, mooi. Spanningen, ja, Peter Pannenhoek was uh, de presentator. En volgens mij Jan Smit. Ik zie het hier van op mijn foto, zeg maar. Volgens mij is het Jan Smit. De uitreiking van een televisiering Jeugd. Ja. Um, ja, wie het eigenlijk het gewonnen? Dat is uh, um, Steve en Jimmy Kazan. The Road to Vegas. Uh, ja, ik heb het nooit gezien. Het is wat meer voor uh, kinderen, denk ik het um, ja, en Veel mensen zijn opgegroeid met de kids top 20 met het muzikale programma dat wekelijks dus ruimte biedt aan de nieuwste artiesten en de leukste hits dit jaar. We zaten precies 20 jaar en daarom is het de presentatrice Stephanie Libarekis om de televisiering juist uit te reiken. Maar aan wie? Nog meer zijn de jeugdserie H3L, Vierland, De Magische Show Steven en Jamie Kazan. Road to Vegas, Afrotros en Britt Dekkers het je voor het blok Avrotros. Ja, voor het blok heb ik ook wel gezien, dat, dat zag ook best wel zo, uh, grappig uit. En de winnaar was toch wel voor uh, Jamie Kazan en Steven Kazan, Road to Vegas. En wat was het toch wel het hoogtepunt het afgelopen jaar. kijk ik met Massal op televisie. We houden mee met Paul de Leeuw in, in Niet te klein te krijgen. Maar zag ook Elise van Oranje zich zoden in het perfecte plaatje genoten weer van de Weinaerts. En waren ook getuige van het liefdeavontuur van Sylvia Gerritsen. Ook het hooggenomen met Diana Straks bleek een enorm succes. Dat is ook gewoon, ja, mooi succes. Het Hoge Noorden, dat was, uh, zeg maar, een beetje een documentaire. Een beetje, uh, ja, ik vond het wel een interessante documentaire. En, uh, ja... En dit jaar is natuurlijk het nieuws over Olga Commodeur, want die uh, ja, stopt uh, na zoveel jaar met uh, Nederland in beweging. En daar stond natuurlijk deze uitzending ook centraal bij. Ja, Olga Commodeur stopte dit jaar met Nederland in beweging, maar speciaal voor het Gouden Televisiering heeft ze nog eenmaal haar pakje aangetrokken en niet zomaar zoals ze zochten. En voordat de genomineerde voor de Televisiering, talent Jurgen Geluk, Monika Geuze en Noah Valley fit genoeg zijn om zo het podium te bestijgen. En Noah had de televisiering Talent gewonnen. Ja, toch wel. Uh, Noah Fala, voilà, dat is van Talpa volgens mij. Volgens mij zit hij bij Vroniken en SP6 nogal. Noah. Dit, uh, de Europa League en de Comfort League. Ja, ja terecht, want zij best wel. Uh, Goed in uh, presenteren, Dus het is een terecht winnaar. Uh, ja, toch wel. In 70, in, als 70 jaar kunnen we in Nederland genieten van voetbal televisie. Dus, omdat tijdens dit gouden televisiering gaat is even ten Apel omgedrommeld om de geno genoemde van de televisiering presentator onder de loep te nemen. Dat zijn dit jaar. André Verduin, Helen Hendricks, Raven dos slechts één van hun kan vanavond een goal maken. En toch was het Helen Hendricks, toch wel de ja, absolute nummer 1. Sowieso. Met de Oranje zo over ze afgelopen zomer heeft gedaan, met uh, toen ze uh, Wilfried Gene, Ren René van Gijden en Jeroen Dijksen overnam. Dat is toch wel top hoor. De Oranje Zomer heeft niet gewonnen, Ogenappels heeft gewonnen, ook wel een mooie dramaserie. Maar dat Helene Hendricks heeft gewonnen uh, van televisiering presentator, vind ik ook wel heel mooi. Ze dus krijgen de prijs uit de handen van de voetballegende Ruud Gullit. Ze dus hebben het niet nodig om iedereen specifiek te bedanken. De belangrijkste mensen uit haar leven. En in het werkveld weten het vast wel. Hm. En uh, we hadden ook prachtige eerbetonen. Uh, onder meer Hein van Nieuwveld. Han Pekel, Christian Piri, Adder Boni, de Vries, John Leddy, Harry de Winter natuurlijk, uh, John Heymans, Marek. Meg ik hoop dat ik het goed zeg: allemaal Winderby, Pau van Vliet, Michael Ho, Sam Hoy, Willem Nijholt, Clary Polak, Winnie Philhem en Reiki Valk. Kasu Donmez maakte eerder dit jaar indruk met haar optreden tijdens de Giro 55 van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Vandaar dat hij dit jaar alle overleden bekende TV-acteurs en TV-presentatoren nogmaals in de spotlight mag zetten. Ik heb het zelf niet gezien trouwens, voor de mensen die het weten. Ik geef wel mijn mening erover, want dat zie ik allemaal via de liveblog Hier voor mijn neus en, en terecht te winnen of niet. En um, ja, wat ik zelf vind van het programma, dat, dat gaat gewonnen. Ik krijg dan diep onder de indruk van Casus in aan alle tv-acteurs, TV-presentatoren die ons dit jaar zijn ontvallen. Ja. En, het gaat nu, en hier gaat het over televisiering-acteur. En dat is Betty Wieringa. Uh, dat klinkt als een op, Ja, En ik ben sowieso niet echt van de drama-serie, eerlijk gezegd. Ik, uh, ja, ik ben niet zo van de drama-series. Na een korte ontmoeting om er gewoon nomineerde programma's in de spotlight te zetten. Is het tijd voor koffietijd. De thuis van RTL kwam dit jaar ten einde. Dus het is hoog tijd. Om eens te bedenken, ontdekken hoe het nu gaat met Pat Patrick Mattens, Vivian Slingerland en dat pleit niet al te best. Ze denken zelf dat ze een voorbeeld te kunnen nemen aan drie gemeneerd aan de televisie online online videoserie. Het penny, La staan we, gaat echt een stuk beter. Ze dus gingen een tijdje van COVID-tijd behoorlijk viral. met vier waar ze een eenwieler rijdt. Dus ik ga er nog even een dunnetje over. Nog even dunnetjes over. En de online serie van 2023 die heeft gewonnen, de televisiering online videoserie 2023 uit handen, is toch wel uh, de serie v Politie 24-7. Uit handen van Penny Kreeg de politie met hun YouTube-serie Politie 24-7, de televisiering online videoserie, zijn wonnen het van Monika Geuze, vlog en van de FOMO-show van NPO3. Oké. Okay. Ja, en... Uh, het televisiering Impact 2023 is van Rob de Nijs met het afscheidsconcept van Rob de Nijs. Dat ik begrijp ik wel, dat is uh, best wel veel impact ge gegeven. Ja, ik vind nog steeds sneu dat hij uh, Parkinson heet. Dat, dat is gewoon echt niet best. Uh, Ricky Wolle won dit jaar, dit jaar als eerste. Transvrouw de titel Miss Nederland. En dat mag natuurlijk niet zomaar voorbij, mag laten gaan. Ze mag daarom vanavond dat de televisiering Impact uitreiken aan het afscheidconcept van Rottenijs. Want een prachtprijs zijn levenswijkheid zoveel mensen aangeraakt. En volgens Rob is dat waarom gaat. Althans mijn vrouw Jet, de Zang kon er helaas zelf niet bij zijn. Zijn gezondheid liet dat toch niet doen. Nou. Ja, ik vind het meer dan terecht dat het afscheidconcept van Rottenijs, de televisiering. 2023 aan de vangst heb mocht nemen, zo blijft het wel uit de reacties op Twitter. En twee hoogtepunten wat van dit jaar in het jaar kan veel gebeuren. Zo blijft dat altijd met dat Gouden Televizierink gala. Volgens mij van dit fijne festijn mogen we de volgende momenten niet vergeten Wat de tweede WK-titel. Mars Verstappen na een verwarring. Nou, maar Verstappen is sowieso de koning van de, van de Formule 1, dat is gewoon zo. Klimaanactivist Lijmsteen vast aan een thuisgetafel, dat hebben we allemaal gezien met Bo. Nou, ja, dat was Bo, Bo... niet, maar dat was J J het was dus de chauffeur van maar mijn boot moest het overnemen. Uh, Steven Hassan bent bij Marathon de in Londen. Ja, dat was ook natuurlijk in het nieuws. Uh, zie je, ik graag emotioneel in college toer. Oké. Oh, uh, okay. Even dat hier neemt Mia en Dion op de hak. Aanleg van Fleutenparten naar de Triple ook wereldtitel. Minister Jessigos uh, toont solidariteit met Iraanse vrouwen. De mol aangewezen in beide zijn kandidaten. Fluitlied van Bas Hoeflaan kwijt op lachtspieren en pakjesboot zingt Dit in het laatste nou Dat is ook natuurlijk afgelopen jaar uh, ook in het uh, nieuws geweest. Ja. Dit jaar verwelkomt het Gouden Televisie-ring. 2023 een ware wereldgast. Lorien. Die natuurlijk uh, gewonnen heeft met het Eurofietse van, van, van afgelopen jaar, Van afgelopen mei. Uh, was de gast uh, bij uh, de gouden televisiering? Ja. Vergeet de uitreikers Rob Camps en Steve van Hassan. Maar dit is de een ad aan Golden Girl Femke Cabal de gouden televisiering uit te Maar om wie? De vastgezitten van BB verliet het. De Oranjezomer en de ooghelp zijn nog altijd in spanning. Nog even, en dan weten we het. En de, uiteindelijk is Ooghelpels gewonnen. Uh, de Oranjezomer had ik het eigenlijk wat meer gegund. Ja. Het is lastig, want het zijn zulke goede programma's. BB Verliefd heb ik zelf nog nooit gezien. Oogappels ook niet. Um, maar ik snap wel dat BB Verliefd genomineerd is, want dat is ook gewoon een steengoed programma. En Oogappels is ook gewoon steengoed. En Raienselbeert is ook gewoon steengoed. Dus je moet echt kiezen welke programma's is leuk. En ja, Oogappels heeft gewonnen. Nou, toch wel een mooie keuze. Nou. Televisiering Gala Mening, wat, dit was de aflevering voor uh, Televisiering Mening. En uh, ik bedankt jullie voor het kijken. Ik zie jou volgende week vrijdag weer. Dan zijn we gewoon met TV-TV Druimko komen mogen. Voor de mensen die natuurlijk nieuw zijn op dit YouTube-kanaal, want voor mij kan je kijken heel veel mensen naar hoe ik mijn mening vertel over de televisiering Gala van gisteravond. Um, Morgen is er een aflevering van Die Week uit het Nieuws? Zeker volgen. Dat is sowieso een leuke serie. Vanmiddag om 5 uur komt ook Wat de Internet. Dat is een soort van blogsachtig idee, een beetje. Dat ik je, ja, je uh, dan reageer ik op de meest uh, komische, uh, grappigste verhalen, zeg maar. En deze aflevering ging het over rijles hebben, want ik ben gezet afgelopen dinsdag. Dus dat. Ik zal het zeker volgen vanaf 5 vanaf uur vanmiddag. En morgen vroeg om 9 uur komt er ook een aflevering van Die Week uit het Nieuws. Ja, dankjewel voor het kijken en ik zie jou volgende week bij de TV-Test met